Personen in quarantaine zullen op 25 mei in staat gesteld worden hun stem uit te brengen tijdens de algemene, vrije en geheime verkiezingen. Dit haalde president Desiree Bouterse afgelopen zaterdag aan tijdens een statement over de COVID-19 maatregelen. De president heeft de aanpassingen van de COVID-19 maatregelen aan het publiek bekendgemaakt. Hoewel er aanpassingen zijn gebracht in de maatregelen, is de dienstverlening naar het grotere publiek toe nog steeds niet toegestaan. Hiervoor zal het COVID-19 managementteam gesprekken voeren met belanghebbenden. Het Nationaal COVID-19 managementteam zal vanaf maandag 11 mei gesprekken voeren met organisaties om aan te geven aan welke voorwaarden zij moeten voldoen om hun operaties weer te mogen opstarten. Het gaat hier onder andere om de horecasector, sportcentra, religieuze organisaties, vermakelijkheidsgelegenheden en de transportsector. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werkt op dit moment een plan uit om tenminste de examenklassen op alle niveaus vanaf 1 juni weer op te starten. Voor alle personen die komen vanuit het buitenland blijft de 14 dagen verplichte quarantaine van kracht. Daarbij moet ik opmerken dat de personen die in quarantaine zijn wel in staat gesteld zullen worden om op 25 mei mee te kunnen stemmen. President Desiree Bouterse. Hij sprak het volk afgelopen zaterdag toe in zaken de COVID-19 maatregelen. Mensen in quarantaine worden op 25 mei in de gelegenheid gesteld te gaan stemmen.